Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En ik moet vandaag werken van 10 tot 6. Ik ben ook al op werk. Het is ietsjes vroeger. Het is nu 9:50. En ik ga nog even snel naar de Jumbo lopen. Want ik sta dus vandaag in mijn eentje. Dus ik kan natuurlijk de winkel niet uit. En ik heb echt zoveel zin in een croissantje en ook in koffie. Alleen, ik heb het best wel warm. Dus ik denk dat ik eventjes bij de Jumbo een ijskoffie ga halen. Ik was nog koffie, maar het is niet zo warm. En we hebben dus een hele leuke nieuwe verandering in de winkel. Trouwens, dit aan vandaag. Deze trui van Alex. Van de nieuwe collectie. Die vind ik echt heel erg leuk. En heb ik een beetje onder mijn BH gedaan. En dan deze panterbroek. Ook van Alex. Maar wel echt al van 2 jaar geleden. Maar kijk dit even. Kijk hoe leuk dit is. We hebben dus 3 planken erbij gekregen. Waar we allemaal spulletjes op kunnen leggen. Zodat deze muur iets meer gevuld werd. Dus we hebben er tasjes neergezet. Trui, shirtje, sieraden. Roemspreetje, dekentjes van Alex, want die hebben we ook. Die heb ik thuis ook. Die zitten echt liggen heel lekker. Ik vind het echt zo leuk eruit zien. Kijk, ook als je nu zo hebt hier die stoel. Dan heb je die planken. En de rest van de winkel. Ik ga dus heel even snel naar de Jumbo lopen voordat de winkel open gaat. Even croissantjes halen en ijskoffie. En dan lekker deze hele dag werken. Ik weet verder nog niet echt wat ik vanavond ga doen eigenlijk. Ik had wel een keer geappt wat zij vanavond ging doen. Maar ze ging bij het padeltoernooi van Romer kijken om 3 uur. Dus ze wist nog niet hoe laat ze klaar was. Maar ik moet ook sowieso tot 6 werken. Dus eventjes kijken of ik wat met Keer ga doen. En anders zien we het wel. Ik heb eventjes lekker croissantje gehaald. En de kaasstengel. Want ik dacht, dan kom ik die 8 uur wel door. En eventjes een lekkere skinny latte. Dit vind ik zo lekker. Nu kan ik de dag starten. Het is vandaag zondag. Echt een hele chille, rustige, lekkere zondag. Ik heb net even gedoucht en mijn haar gewassen. Ik heb het dus een beetje met de Dyson gedaan. Ik dacht, ik ga weer eventjes een keertje wat proberen. Maar ik weet nooit zo goed, als ik dit heb gedaan, wat ik ervan vind. Maar goed, ik hoef vandaag toch niet echt ergens heen. Ik heb wel een beetje make-up opgedaan, want ik dacht, voel me niet helemaal zo lui. En ik ben dus lekker Love Island aan het terugkijken. Het seizoen met Molly May. Vind ik echt zo'n leuk seizoen. Ik besefte me dus dat ik dat seizoen nooit helemaal heb afgekeken. Dus die ben ik nu opnieuw aan het kijken. Verder niet zo'n hele boeiende dag vandaag. Ik kan verder ook niet echt heel veel doen, volgens mij. Morgen heb ik dus een afspraak gemaakt bij een orthodontist om te kijken voor misschien zo'n Invisalign. Want ik vind mijn tanden vanaf voor best prima. Alleen vanaf de zijkant heb ik best wel een overbeet. Dat had ik vroeger dus al, dus heb ik bij de bordbeugel gekregen. Maar door de jaren heen komt dat dus een beetje terug en daar wil ik gewoon best wel graag wat aan doen. Dus heb ik morgen een afspraak gemaakt bij een orthodontist om eventjes te kijken hoe en wat. En dan daarna heb ik als het goed is met Roos afgesproken. Die heb ik ook echt al heel erg lang niet gezien. Dus dat is ook gezellig. Het is vandaag maandag. Ik heb gisteren echt geen reet meer uitgevoerd. Echt een lekkere chill zondag had ik. Ik heb over 1,5 uur heb ik een afspraak bij de orthodontist voor een Invisalign. Misschien. Ik hoop het dat het kan. En dan eventjes kijken wat ze allemaal zegt. En misschien dat ik bij nog wel meer verschillende praktijken op bezoek ga voor een gesprekje. Even kijken wat het chillst en beste aanvoelt. Ik heb dus vorige week voor het eerst samen met Dagmar HelloFresh gekookt. En dat heb ik ook gefilmd. En dat wilde ik heel erg graag eventjes in deze video aan jullie laten zien. Want ik vond het echt oprecht heel erg gezellig om met Dag samen te koken. Als het goed is komt er vanavond weer een box binnen. Dus kunnen we weer lekker samen koken. Maar HelloFresh, ik denk dat de meeste van jullie het ondertussen wel kennen. Maar het is dus een... Ik ga jullie even neerzetten. Dat praat even wat makkelijker. Maar HelloFresh is dus een website waar je boxen met eten kan bestellen. Je kan dus aanvinken of je met 2 personen in huis bent, dat is toch maar ik, of met een heel gezin bent. Je kan gewoon het aantal personen aanklikken en hoe vaak je die box dus in de week wilt ontvangen. En je kan dus ook zelf aanvinken wanneer je die box wilt ontvangen. Dus wij hebben nu gekozen voor maandagavond. Dus morgenavond komt er weer een nieuw pakket binnen met 2 gerechten. Want wij hebben gekozen voor 2 personen voor 2 keer in de week. En dan krijg je dus gewoon 2 zakken. Met 2 gerechten. De exacte hoeveelheid zit erin, hoeveel je nodig hebt. Dus je hebt geen onnodige dingen. Niet te veel dingen waardoor je weer dingen weg moet gooien. Wat gewoon super zonde is. Ik heb het hiervoor nog nooit gehad. Dagmar, ik heb het er wel een paar keer over gehad. Maar nog nooit echt gedaan. En toen kreeg ik dus deze samenwerking. Dus toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel erg leuk om uit te proberen.
En ik moet zeggen, het is tot nu toe echt heel erg goed bevallen. We hebben dus afgelopen week 2 keer gedaan. En allebei de gerechten waren echt zo lekker. En het is gewoon gezellig om lekker samen te koken. Je kan dus tot 85 euro korting krijgen op je eerste 4 boxen. Wat natuurlijk echt superveel is. En het is heel erg leuk om het op die manier uit te proberen. En je abonnement is ook altijd opzegbaar voor als je toch denkt van... ik ga op vakantie, dus ik heb dit niet nodig. Kan je hem ook op pauze zetten? Dan denk je nou van... ik eet nooit meer thuis, dus ik heb het helemaal niet meer nodig. Kan je het ook gewoon stopzetten. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik wilde jullie gewoon eventjes deze beelden laten zien met Dagmar en mij. Dat we lekker samen gingen koken. We hadden knochies, als ik het goed uitspreek. En dit was echt heel erg lekker. Wij hebben iets heel erg leuks. We hebben namelijk een doos ontvangen van HelloFresh. En ik denk dat de meeste mensen die deze video kijken wel weten dat Dag en ik samen wonen. Ik denk nu al 2,5 jaar. Zoiets. En sinds dat wij op onszelf wonen, het is geen grap, weten we gewoon echt niet wat we moeten eten. Want normaal kwam je thuis bij je ouders en stond het klaar. En had je moeder wel wat bedacht, of je vader, of weet ik veel wie, wat je ging eten. En nu ben je daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. En we hebben ook nooit echt zin om boodschappen te doen. Dus eigenlijk is dit echt top, want zij bedenken dus een gerecht voor je. Ze komen het brengen aan je huis. Het enige wat je zelf hoeft te doen is koken. Dus jij komt thuis uit je werk, je kijkt wat zit erin en dit ga ik maken. En we hebben dus 2 gerechten ontvangen. En als we kunnen 2 dagen eten. Ja, we kunnen 2 dagen eten. Als het goed is. Nee, niet hier. Wat is dat? Korting? Korting? Oh, dat vind ik leuk. Help me gratis. Kijk, we hebben dus 2 boxen. En hier staat dus welke gerechten erin zitten. En ik ga toch maar een soort loodje laten trekken. En dan mag zij... ja. Is het een haar wat we dus gaan eten vanavond? We hebben hangen als een paard. Nou, ik sterren op weg. Jongen. Even kijken. Hoe is dit? Staat het erop? Ja, kut, staat erop. Ja, ik zag het. Oké, ogen dicht. Kies maar even. Naar mij kijken. Het worden knochies. Oh, lekker met burrata. Ja, lekker. Lekker snel premium. 20 minuten. Oké, dat is best snel. De andere die we hebben gekregen is snelle pasta met Mexicaanse twist. En dit ziet er heel lekker uit hoor. Dit ziet er ook lekker uit. En vanavond gaan we dus voor dit recept. Wat is het? Knokkie. Met gemarineerde kipfiletreepjes, courgette en burrata. En wij houden echt van burrata. Ja, so this is gonna be the meal for tonight. Kijk, we hebben dus... Maar je gaat die andere morgen koken. Of overmorgen. Overmorgen. Kijk, we hebben hier de zak. Voor heb je nog nooit zo'n volle koelkast gehad? Nee, oprecht niet. Kijk, er zit in. Je kan dus ook aanvinken trouwens voor hoeveel personen je gaat koken. Of je vegetarisch wil, of je geen vlees wilt, of je wil afvallen, of je wat dan ook. Ik heb volgens mij gekozen voor... Niet voor de afval. Nee, ik heb gekozen dat we houden van vis, vlees... Snel en makkelijk. Ja. Even kijken, er zit in basilicum, erg lekker. De knochies. Oh, lekker. Kipfiletjes, Italiaans gekruid, gemarineerd. Die zit erin. Een knoflooktintje. Dit is dus ook, weet je wat ook oprecht handig is? Ja. Kijk, ze doen er nu 1 knoflooktintje bij, omdat je er maar 1 nodig hebt. Maar als wij dus boodschappen doen... Nou, ik kan het wel even laten zien, denk ik. We hebben het weggegooid. Ja, kijk. Dan hadden wij dus zo'n heel netje met knoflookdingen. Je gebruikt er eentje. En de rest droogt uit. Dus dat kan je weer weggooien. Is gewoon heel zonde. Dus nu hebben we gewoon 1 knoflookdingetje, maar we hebben er 1 nodig. Tomatenpuree. Een uitje, lekker. Courgette. Lekker, die is klein. Wat is dit? Oh, dat is denk ik saus. Basilicumsaus. Dan hebben we ook nog knoflook, paprika kruiden en ui. En dan hebben we nog de burratina. Het is lekker. Er maar 1. Ja, half en half dus. 4. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Ik heb hem hier. Stap 1. Snipper de ui en pers de knoflook fijn. We moeten de saus eerst maken. Eerst de saus maken? Ja. Oké, dus eerst moeten we de ui snijden en de knoflook pletten. Oké, we hebben gewoon een knoflook. Oh.
heel uitje. Ja. Oké. Okay. Moet dat hierin? Ik pak even een snijplankje dan. Ja. Okay, ik ga even... heel gaan koken hoor. Oh, mijn camera is leeg. Oh. De ui is gesnipperd en gesneden. Een beetje olijfolie in de pan gedaan. Ja. En snipper hem maar. Oh, dit is de knoflook. Hier is een mesje. Oké. Ja, je moet meer afwas. Ja, jongen. Daarom koken wij nooit. Dan komt het afwassen. Uitjes er ook bij, ja? Zeker, zeker. En dan moeten we even op een middelmatig vuur. Nou, dit is veel te hoog. 2-3 minuten. Zal ik de timer zetten? Ja. 2,5 minuten. Ja. We hebben een houten spatel. Ja. Nee. Het is voorbij. We zijn het is klaar. Voorbij. Het is voorbij. Het was heel snel klaar. Ja, hè? Echt very quick. Ja. Gaat in de borden doen en proberen net zo mooi te krijgen als op het plaatje. Oké, we moeten beginnen met de saus in de borden. Doe jij dat maar, want ik zit preciezer dan ik. Al een beetje houten. Hier de saus. En dan die. Dan gewoon de rest erin bij. Achterbij, je ruikt gewoon die Italiaanse kruiden. Ja, echt lekker. Ja, lekker. En dan de knochjes erbij. Het ziet er niet zo mooi uit als op het plaatje. Nou, het ziet er nog best wel goed uit. Kijk dan. Okay. Taste test. Ik ga denk even alles een beetje hutselen. Ik ga ook een hap nemen met alles. Zo smaakt goed hoor. Beetje watta. Lekker? Heel lekker. Beetje knochie. Beetje. Oké. Okay. Lekker. Lekker toch? Heel lekker. Ja. Oké, cijfer. De knochie is lekker ook. Ik vind het echt een 10. Ik ben echt trots op ons. Ja. Ik denk dat we nog nooit zo lekker hebben gekookt. Oprecht. Ik vind zelfs de courgette lekker. Ja, dat is echt lekker hè. A good meal. Dit is we a good meal. We hebben echt nog nooit zo lekker gekookt. Ach nee. Dat is echt erg. Ja. En dit was echt oprecht. Binnen 15, 20 minuutjes klaar. Ja, hoi. Zoiets. Ik denk dat ook iedereen het kan. Ja, als wij het kunnen, kan iedereen het. Zonder happen. Oh, die moet schillen. Kijk nou. Echt lekker. Nieuw video. She's back. We gaan eventjes lekker wat eten, vooral. Zo, ik heb ook honger. En wat drinken. We zijn nu bij het strand. Ja, dat is toch een zaak. Dat was het alweer. Hallo. We zitten op het strand, want zo warm. Ik ben weer op werk. Tot 6 vandaag. Ik moet vandaag werken. Ja. Verder heb ik niet zo heel veel te vertellen. Deze week was echt zo saai voor jullie. Ik heb afgelopen week zo weinig gedaan. Ik heb thuis nog wel een heel erg leuk pakketje die ik na werk kan laten zien van Fashion by Miss Lani. Daar heb ik namelijk weer wat nieuwe items van gekregen en een kortingscode. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, niet zo'n hele bijzondere week. Maar de maanden augustus en zo gaan wel echt super leuk worden. Want er zijn heel veel tripjes gepland. Ja, ik ga natuurlijk met Madelief en Zoe naar Ibiza begin september. Dus er komen echt hele leuke vlogs aan. Deze week vlog komt morgen online. Deze week verder komt er ook een soort Get Ready With Me. Waar ik allemaal dingetjes eventjes ga uitleggen. Want er gaan de komende tijd wat dingen veranderen. Het heeft ook met werk te maken. Dus ja. Maar met werk dus. Maar dat heeft ook wel weer invloed op Insta. Want ik merk gewoon sinds dat ik hier bij Alex werk. Dat mijn YouTube en Insta en zo er best wel onder is gaan lijden. En dat vind ik gewoon echt oprecht heel erg zonde. Want ik vind het gewoon super leuk om te doen. Dus ja. Maar die video komt in ieder geval deze week online. Dus daar zal ik jullie iets meer updaten. Ik heb vandaag deze trui aan van Worst Behavior. Echt zo'n heerlijke trui. En ik heb dus nieuwe schoenen gekregen van Voltaire Sneakers. Deze Adidas Campus. In het wit met beige. Ik vind ze zo leuk. Ook zo leuk met dat spijker. Ik heb ze gewoon in de maat 36 in mijn eigen maat. En ze zitten echt oprecht heel erg lekker. Die lopen echt als twee wolkjes.
En ik vind het ook heel erg leuk met deze trui zo staan. Dus ja, ik ga lekker weer... ik ga bijna op mijn plaat. Ik ga eventjes de winkel opstarten. En dan lekker werk vandaag. Ik ben terug thuis uit werk en er zijn echt best wel wat pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik jullie eventjes laten zien. Maar ik ga beginnen met deze tas. Kiki, die werkt bij Gaudi, winkels van haar. Dat is een winkeltje in Den Haag en die verkoopt dus ook Nuno-tassen. Ze hebben echt de meeste Nuno-tassen volgens mij in heel Nederland qua verkooppunten. En ik heb dus van haar deze gekregen. Echt mega leuk. En ik denk dat ik deze dus wil gaan dragen naar de Gay Pride. Want ik ga dus 5 augustus naar de Gay Pride. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik had dus voor de Gay Pride ook een outfit gekocht. Als allereerst bij elkaar willen bij deze oorbellen. Die vond ik wel heel toepasselijk met al die kleurtjes. Echt heel erg leuk. Ik heb ze echt al in blauw, groen, roze, paars, oranje, yin-yang. En nu dus ook in alle kleurtjes. Dus die. En ik dacht dus heel erg leuk om dit topje aan te trekken. Deze. Die heb ik ook bij Tarwillebybuy besteld. Paars met roze. Ze hadden ook nog andere kleurtjes, maar ik vond deze wel het leukst. Maar ik had hem gisteren eventjes aan om te passen. En ik denk dat ik hem toch wel ietsjes te bloot vind voor de Gay Pride. Maar ik vind hem wel heel erg leuk om mee te nemen naar Ibiza. Als ik daar met Zoe en Madelief naartoe ga. Dus ja, daar ga ik hem gewoon lekker voor bewaren. Maar ik vind het echt heel erg leuk op een witte of zwarte linnen broek of zo. Of een spijkershortje. Dus die. Dan heb ik natuurlijk een pakketje van Fashion by Mislani gekregen. Wat ik jullie vertelde. En die ga ik ook eventjes met jullie openmaken. Met de code FLEUR10 krijg je dus 10% korting. En ik heb daar een oranje jurkje als eerst. Ik vind oranje gewoon super mooi als je echt lekker bruin bent. En toen zag ik dus dit jurkje. Gewoon heel simpel, heel strak. Maar wel echt super mooi. Ik heb deze in een maatje SM. Maar hij rekt echt best wel mee volgens mij. Maar ik vind dit gewoon heel erg mooi voor als je op vakantie bent over een bikinietje heen. Of s'avonds met een paar hakjes eronder. Leuk tasje erbij. Dus die. Ik ga het niet aantrekken in deze video, want daar ga ik mijn TikTok van maken. Dus wil je nou weten hoe het staat, moet je even mijn TikTok in de gaten houden. En dan heb ik een heel erg leuk bijpassend setje. En dit setje hadden ze ook nog in het roze, maar ik vond het groen ook wel echt heel erg leuk. Dat is allereerst dit shortje. Deze mooie groene kleur. Deze heb ik in een maatje S. En daar hoort dus ook een blouse bij. En die heb ik in een maat L, zodat die lekker oversized valt. Want ik dacht, dit vind ik wel heel erg leuk als soort linnen setje voor op vakantie over je bikinietje heen. En ik vond dit gewoon echt een hele mooie kleur. En deze heb ik dus in maat L. Zodat die lekker groot valt. Dan heb ik iets bij Bijou besteld. En ik moet echt, echt kappen met dingen bij Bijou kopen. Want ik heb zoveel bikinis. Het slaat echt eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed. Ik vond deze toch ook nog wel echt heel erg leuk voor Ibiza. Of waar ik de rest van het jaar dan naartoe mag gaan. En de laatste tijd heb ik heel veel felle kleuren bikinis gekocht. Dus ik dacht, dit mag ook wel even een keertje. En dat is deze bruine. Dat is allereerst het topje. Deze top. Met zo'n grote ring in het midden. Die vind ik echt heel erg leuk. Ze hebben dus heel veel kleurtjes hiervan. Ook wel echt heel erg mooi. Het topje heb ik in een S. En dan het broekje die erbij zit. En die heb ik in een XS. En al die andere kleurtjes hebben dus die ringen ook bij het broekje. Maar ik vond dat weer iets minder. Dus ik was heel blij dat deze bruine bikini die ringen niet had. Hier ben ik dus echt heel erg blij mee. En dan als laatste heb ik een make-up tas besteld. Ik vertelde al laatst in mijn Look Fantastic video dat ik helemaal obsessief ben weer eventjes met make-up. Ik wilde gewoon heel graag een grote make-up tas waar al mijn make-up in past. En I think I found it. Zij is echt oprecht heel groot. Van de H&M is die dus. En dan heb je boven een vak zitten. En dan heb je hieronder dus ook nog een vak. Wat heel erg handig is. Ik denk dat ik deze straks gelijk lekker ga inrichten. Maar deze is echt top. Dit is echt precies wat ik zocht. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En ook doorzichtig vind ik ook wel chill. Dan kan je precies zien waar welke make-up zit. Ik wil bij deze ook gelijk de weekvlog gaan afsluiten. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. Ook al was hij echt allesbehalve boeiend. Vanaf nu komen er echt heel veel leuke dingen aan. Zoe en ik mogen namelijk voor samenwerking met Stronger mogen we naar Kopenhagen volgende week. Er komt waarschijnlijk nog een event aan in het buitenland als het goed is. Dat weekend daarna ga ik ook een leuk tripje maken. Begin september ga ik met Zoe en Madelief naar Ibiza. Gay Pride komt eraan. Er komen echt allemaal hele leuke dingetjes aan. Dus ik hoop dat jullie
daar in ieder geval heel veel zin in hebben. Ik ga dus van de week ook een Get Ready With Me filmen en jullie een beetje updaten. Dus heb je daar nou nog vragen voor, laat die ook eventjes weten in de reacties. En dan zie ik jullie snel. Doei!